Hey, ik ben Janneke en ik zit opnieuw naast Céline, want ik ga vandaag een nieuw kledingstuk leren maken. Ik ben benieuwd, wat gaan we maken, Céline? Ja. Janneke, vandaag moet ik u teleurstellen, want we gaan geen kledingstuk voor jou maken vandaag. Ja. Sorry, maar we gaan vandaag een zwemshort maken voor jongens. Oké, ook leuk. Ja, dus ik had gedacht misschien voor uw petekindje, een schattig cadeautje. Ja, super. De zomer komt eraan, dus dat is helemaal top. Gaat een genot van hebben, ja, denk ik. Oké, let's go. Dus Janneke, voor de Ian short hebben we maar twee patroondelen nodig, dus heel gemakkelijk. A en B. A is het voorpand, hebben we twee keer nodig. B is het rugpand en dat hebben we ook twee keer nodig. Dan hebben we op het voorpand hier een kruisje en daar is een merktekentje. Dus hebben gaan we met ons naald en draad daar een draadje trekken. Maar daar komt een ringetje waar zo ons koordje doorkomt. Dus dat is op die plaats. Dus dat moet je zeker heel goed aanduiden. Okay. En dan hebben we ook nog een aantal knipjes. Oké, okay. Voilà. Top, duidelijk. Dus dan kunnen we onze stof erbij halen en beginnen knippen. Zo, ik heb hier een restje vlieseline. En dan gaan we daar gewoon een klein rondje uit knippen. Allee, twee eigenlijk. Ja? En dan gaan we die op de plaats waar ons draadje is, opstrijken. Want daar komt zelfs ons ringetje. En als we dat niet doen, dan gaat dat ringetje nogal gemakkelijk uitscheuren. Ah ja, oké. Dus dat is wel en belangrijk. En vlieseline is die stof met die bolletjes onderin, hè? Ja, die dat is zo plakt als je het strijkt. Ja, oké. Het is lang geleden dat we die gebruiken. Ja, dat is waar. Dus ik ga gewoon willekeurig een cirkeltje knippen. Ah, maar dat mag wel echt groter, alleen een stuk groter zijn dan. Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Gewoon groot genoeg. Ja. Zo. Mogen dat eigenlijk ook vierkantjes zijn, Céline? Want ja, dat mag, een vierkantje, maar het beste is van een cirkeltje. Want als je een vierkantje pakt, komen die hoekjes nogal snel los. Ah, dus het is eigenlijk altijd beter van een cirkeltje te nemen. Okay. Omdat dat beter blijft plakken. Oké, okay, hebben we weer al iets bijgeleerd. Voilà. All right, dan mocht jij dat nu gaan opstrijken. Ja. Goed. Dus, Janneke, we gaan eerst, zelfs gaan we daar zo ringetjes in steken in onze zwemshort. Ik heb die hier al klaargelegd. Maar daarvoor moeten we eerst een klein kruisje met onze schaar knippen. Want anders kan dat ringetje daar niet door. Dus er moet een klein gaatje zijn. Op de plek waar we het draadje er zien uitkomen. Klopt. Okay. Dus ik vouw mijn stof zo op de plaats van het draadje dubbel. Ja? En dan doe ik zo een mini knipje. Zo. Ja. En dan doe ik dat nog eens, maar in de andere richting. Zie je, het dat is we echt eigenlijk wel heel mini. Een kruisje hebben. Ja. Ja. En dan kunnen we daar onze ringetjes doorsteken. Dat mocht ietsje groter nog zijn. Nou, ik ga het ietsje groter maken. Want waarom moeten we dat zo klein mogelijk? Omdat anders dat ringetje erdoor valt of zo. Voilà. Ah, ja, oké. Als het te groot is, dan blijft het ringetje niet zitten. Dus voilà. Perfect. Langs de andere kant komt zo'n plat stukje. Dan pakken we onze tang. Ja. En die heeft twee zo kopjes erop. Ja. Dan met het uitstulpingske. Ja, hoe noemen we dat? Dat komt van onder. Waar enkel het ringetje is. Ah ja. En het ander komt van boven. Oké. Zo. En dan, zie je dat zo? Ja. En dan pitsen we. Heel hard knijpen. Voilà. Tada! Schoon. Goed, hè? Amai, heel tof. Voilà. En dat gaan we nu langs de andere kant ook doen. Oké. En dan mag dat rijgdraadje ook weg.
We hebben onze twee voorpanden met onze ringetjes erin. Die gaan we met de goede kant op elkaar leggen. Mm-hmm. En dan gaan we deze naad stikken op 1 centimeter. Dus op elkaar, zo van boven trup, naar onder. En dan ook overlokken. Okidokie. Ziezo, ook onze rugpanden hebben we mooi overlokt. Yes. Dus langs deze kantjes. En nu gaan we die met de goede kant ook weer op elkaar leggen. Mm-hmm. Zo. En deze naad stikken. Maar een kleine aanpassing. Oh. We gaan hier van boven, in het bovenste stukje. Ja. Dat komt straks langs de binnenkant. We gaan dat zo omplooien. En daar komt een elastiek door. Mm-hmm. Omdat dat mooi zou spannen. Dus moeten we daar een klein gaatje laten waar we dan op het einde die elastiek door kunnen rijgen. Oké. Okay. Goed. Dus we beginnen hier bovenaan te stikken. Ja. Een centimetertje ongeveer. Ja. En dan hechten, dat dat goed vast zit. Ja. Dus een beetje achteruit stikken. Mm-hmm. En dan beginnen we opnieuw 2 centimeter daaronder. Even hechten. En dan helemaal. Tot op het einde. Goed? Ja. Alright. We hebben al een rugpand en een voorpand. Yes. Die gaan we nu op elkaar stikken. Ja. Dus we gaan ze mooi op elkaar leggen. Wij hebben weer dat dat voorpand korter is dan de achterpand, hè? Nee, kijk. Toch dat niet. Lijkt alleen maar zo, kijk. Dat is misleiding. Dat is bedrog. Ja. Dus, we gaan eerst de zijkanten mooi op elkaar leggen. Mm-hmm. En stikken. Ja. Hier ook langs deze kant. Zo, stikken. Ja. En dan ook overlokken. Ja. En daarna, of tegelijkertijd, gaan we ook hier, zo, dat is zo, tussen de benen zo. Ja. Ja. Zo op elkaar stikken. En ook overlokken. Stikken en overlokken lijkt me. Yes. Voilà. Let's go. Zie die Sianneke, ziet er al goed uit, hè? Ja, zo kunnen we, ja, we kunnen de zee ingaan, hè, nee, met die zwembroek. Bijna, ik denk wel dat ze nog gaan zakken. Dus toch eerst nog een elastiekje inzetten. Toch wel, allee dan. Voor dat te doen, hè, hebben we eerst nog ook de bovenkant overlokt daarjuist. Ja. En gaan we op de plaats van die knipjes die we zo daar in het begin hebben genomen, mm-hmm. daar gaan we omplooien. Ah ja. Zo. En ik ga dat dan ook vastspelden. Mm-hmm. En dan mag jij rondom eigenlijk stikken net naast het waar het overlokt is. Eigenlijk. Zo op, dat, op die rand. Voilà. En daarna gaan we een elastiek erdoor jagen. Een elastiek erdoor jagen. Bam, bam. Oké, nu enkel nog onze elastiek door het tunneltje. Hoe gaan we dat doen? Met een veiligheidsspeld is dat eigenlijk het gemakkelijkst. Mm-hmm. Oké. Zo, we steken dat erdoor. Hop. En dan gaan we dat door het gaatje dat we daar straks hebben opengelaten. Zo, erdoor frommelen. Oké, dus wel even prutswerk. Ja, een klein beetje prutswerk. En zo wat trekken. Voilà, nu komt hem er langs hier terug uit. En dan gaan we de uiteinden 3 centimeter laten overlappen. Ja? En vaststikken op elkaar. Okay. Dan onze elastiek er helemaal mooi insteken. En het gaatje waar de elastiek doorgekomen is, met de hand een beetje toenaaien. Oké. Okay. Goed? Ja. Alright.
we hebben de elastieken er helemaal goed doorgestoken. En dan hebben we ook ons gaatje dichtgenaaid. Ja. Jij hebt ondertussen goed de overlock al klaargezet. Want we gaan over naar de pijpjes. En die mag je ook rondom overlokken. Mm-hmm. En dan gaan we die ook weer op die knipjes, ja, omplooien. En langs de rand van de overlock weer vaststikken. Oké, okay, top. En dan zijn we klaar. Dan moeten we nog het koordje doorrijgen en dan zijn we klaar. Oké, okay, bijna klaar. Onze short is klaar. Ja. Enkel nog een koordje erdoor, hè. Alright. En ik steek dat eigenlijk gewoon zo, door het gaatje. Gewoon. En dan zo een beetje prutsen. Zo. Tof, super cool. Ja. Ik zie ze poepje er al in zitten. Is echt heel goed gelukt. Ja, daar gaat dan echt mee kunnen stoeven. Ja, dat denk ik ook wel. Ik ga het inpakken en afgeven morgen. Super, keigoed. Alright. Wil je nog meer van onze video's zien? Check dan zeker onze website. Salut. Salut.